Station Nijmegen gaat compleet op de schop. De werkzaamheden zijn nu echt van start gegaan. Afgelopen weekend is de monumentale perronkap van spoor 35 verwijderd. En dit is de eerste stap van een jarenlange renovatie. 40.000 reizigers per dag maken gebruik van station Nijmegen. Veel meer dan het station eigenlijk aan kan. Sinds 2021 rijden er al meer treinen om het toenemende aantal reizigers te vervoeren. Maar hier was het station nooit op berekend. De vervoersvraag is zo groot dat er al sinds december 2021 extra treinen rijden. Maar die rijden niet op de manier zoals we dat zouden willen. Die rijden niet mooi verspreid over het uur. Pas als Nijmegen klaar is, is dat mogelijk. Het nieuwe station moet meer ruimte bieden aan de reizigers. Er komen meer trappen en roltrappen, de tunnel wordt breder en er komt zelfs een extra perron. Ja, de reiziger die komt hier over 5 jaar in een compleet vernieuwde omgeving aan. Dus niet alleen hebben we een nieuw perron gebouwd, we zullen ook zorgen dat alle bestaande perrons, de perronkappen, een groot onderhoud krijgen. Dus wat we hebben gaan we in de oude luister herstellen. Zo goed mogelijk in de stijl zoals het oorspronkelijk bedoeld is. En de nieuwe kap met nieuwe materialen van hout, die heeft wel dezelfde kenmerken. Dus we gaan in dezelfde lijn wel door. En daarmee zorgen we wel dat het één geheel blijft, ook in de toekomst. Naast het nieuwe perron met een nieuwe kap komt er ook een rangeerterrein bij en een compleet nieuwe entree aan de westzijde. Het grote verschil zal merkbaar zijn als je vanaf de westkant komt. Daar heb je nu geen entree. Dan moet je helemaal door de tunnel heen om op het voorplein te komen aan de centrumzijde. In de toekomst is er voor ongeveer 30% van de stad die daar woont een entreegebouw wat daar aan die kant van het station ligt. De complete renovatie gaat 4 jaar duren. Stapsgewijs worden er stukken aangebouwd om zoveel mogelijk hinder te voorkomen. We bouwen met de winkel open voor ongeveer 40.000 reizigers per dag. En dat moet gewoon soepel verlopen. Dat betekent dus ook dat we eerst aan de westentree aan de slag gaan. De voorzieningen daar maken, zodat in die fase stappen mensen straks via die route het station in kunnen. We gaan dan aansluitend het tweede eilandperron maken. We zorgen dat we daarin telkens ruimte bieden voor reizigers en de treinen die daarvoor nodig zijn om te vervoeren. En zo lopen we eigenlijk het hele project door.